kijkers van Mikey Aftala, leuk dat jullie weer kijken naar weer een hele nieuwe video van mij. Vandaag gaan we naar de Efteling en dan gaan we een hele leuke video maken. Ik ga een aantal attracties doen en kijk gewoon lekker mee. Geef ze vooral zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En ik zou zeggen, ik zie jullie zo in de Efteling. En geef sowieso alvast blauwe duimpjes omhoog en tot zo. En de Efteling! Lekker! Nou, kijk eens. Ondertussen binnengekomen hier binnen de Efteling. Ja, ik ga hier een super mooie beeld van jullie maken, natuurlijk. Een super mooie vlog, weet je wel. En ja, ik heb er echt zin in om weer een video te maken voor jullie. Dus ik ga proberen een mooi beeld te maken. Lekker in het park hier. Oh, Efteling. Veel mensen. Oh. Ha. Lekker. Yo, kijk eens. Net een ritje Python gehad. Ik heb dit keer niet allemaal gefilmd. Misschien in een andere vlog zou ik het wel weer gaan doen. Maar ik ga nu Joris in het Rijk in. Ik ga wel proberen om uit te filmen. Kijken of het gaat lukken. Nee, ik ga niet de rij in. Helemaal leuk. Hier, we zijn eigenlijk de rij. Ik ga hier proberen om mij te filmen. Ik ga weer echt mijn best doen. Eigenlijk mag ik niet mee doen. Ik probeer het sneaky, maar ik heb een action camera bij. Daar doe ik de meeste mijn beelden mee, maar heel leuk. Goed komen. En nu film ik weer met mijn gewone camera. Deze. Heel leuk. Ik vind om eerlijk te zijn, Efteling het leukste pretpark wat er is. Om even eerlijk te zeggen. Oh, stier weer een kar omhoog. Ah. Dat is gewoon een keer echt rijden. Hey. Echt heel leuk. Ik kijk weer uit naar het ritje hier in het Rijk, weet je wel. En ik heb echt super veel zin in. Oh, daar gaat ie. Ik heb weer gewoon wat vrouwen. Kom dan, kan, weet je wel. Zie jullie zo weer. Kijkers, ik ga zo de rij in, dus ik moet even de camera doen. Ik ga ze natuurlijk ook even doen met mijn extra cam. Dus ik ga ergens verstopt zetten. Dus ik zo meteen meenemen in de kar. Dan ga ik proberen online weer een video te maken. Dat zit er lekker mee. Als je wil weten waar ik in ga, water of vuur. En ik kies altijd voor vuur, want ik vind het de leukste. Ik zie jullie zo weer. Lekker, daar gaat ie dan. Lekker. Leuk. Kijk, die moeten we hebben, hè? Heel bezig.
Lekker man. Jullie zo even. Kijk eens. Net een Joost aan de raak geweest. Zoals jullie kunnen zien. Heel leuk. En jij. Ik heb gewoon uitgefilmd. Dat is echt tof. Ik vind het leuk om. Ik heb die heel sterke skip gedaan, heb ik nog nooit gefilmd. En, ja joh. Echt heel leuk. Lekker man. Nou kijk eens, zoals jullie kunnen zien, Joost is direct geweest. En ik wil nog wel erg even lopen naar de richting Fata Morgana en zo. Alleen het weer is weer wat minder om eerlijk te zijn. Het is een beetje miserig hier. Maar je kunt dat er weer bij trekken. Oh ja, trouwens, ik liet naar de Vliegen Holland. Vertellingster Baron net. Ja. Ja. Zit ik weer in de. Daar ga ik nou niet in. Misschien doe ik de volgende vlog ook weer. Ja. Of een andere vlog, weet ik het. Maar zien jullie vanzelf weer. Ja. Even kijken waar ik nou weer in ga. Maar. Nu weer voor richting Piranha of Fata Morgana. En. Kijk ik weer beeldjes. Mooie beelden kan maken voor jullie. Ja, leuke weer natuurlijk. Ja, lekker man. Even kijken. Het is een beetje miezerig weer. Er staat bijna geen rij bij Giranje. Ik zit te denken dat ik erin ga. Nou, weet je. Laat ik even gek doen. Ik ga er gewoon in. Ik probeer een stukje mee te nemen hierin. Dat is heel leuk man. Dan heb je wat de beelden. Niet zitten vast, kijk ze. Het is een paar heel wat fijne stukjes hier. Kun je mensen weer inzetten, nat maken. Dat ik het wel eens gedaan heb. Misschien dat ik het zo nog even ga doen, maar gist hierin. Toppie, ik zie jullie wel als ik erin ben. Dank al. Kijk, zoals jullie zien, elke keer op een wegetje. Kijk, zit die piranha. Helemaal alleen, helemaal niemand erin. Kijk, helemaal niemand erin. Zit alleen erin. Heel leuk. Eigenlijk wel een redelijke rijstop. Ja, die duurde niet heel lang. Maar kijk, zit gewoon alleen in een bootje. Heel leuk, man. Takata. Hoort dat druk en nou, maar ik ben bang dat ik weer een keer nat ga worden. Zeg ik net ga worden in dat ding, maar. Wel leuk dat ik in de piranha zit. Ik ga gewoon weer. Maak er wel een leuke beeld van weer een keer wel uit. Heel leuk. Echt zo geniaal. Gewoon een privéetje ritje, gewoon die piranha. Hoe ver is dit? Gewoon alleen, privébootje. Wat er nu eigenlijk komen is niet zo leuk. Dat is nat. En dan ga je echt nat om worden. Oh, trouwens, we rijden. De varen er gewoon echt voorbij, dat is mooi. Ik kan nog even op meemaken, dat is helemaal. Oh, dit is een ramp. Zeg goed, ik ga je ook hier zetten. Oh, zo, ik zit ook een beetje hier. Hij draait. Ik ben nog niet nat, nog niet. Ik moet het niet achter of zo, dan ben ik nat. Ja. Oh, nog niet nat. Trouwens, ik ben niet uitgeroepen, het is wel keus nat, dus ja. Oh, dat is geweldig. Oh, dit is echt zo geweldig, dit.
Lijkt het. Oh, ik heb die beelden. Van een paar kinderen daar, of mensen. Ik hoop dat ze niet afgaan. Ah. Bijna. Ah. Oh, gaan we weer. En dan gaan we hier naar beneden. Ah. Oh, geweldig. Ah. Atta, atta. Ah. Oh, ik ben een beetje nat geworden. Ah. Kan je even een ritje piranha? Ah. Ah. Oh my god. Oh. Stoot af, ik ga de flinke kant door die hele kar en je stoot tegen die muur aan. Oh, ik ga de kant door die hele kar. Oh nee. Dit meen je niet, jongens. Gaan we weer door, zon. Ah, kijk daar. Gaan we daar doorheen? Oh. Ik heb een beetje nevelig nat hoor. Nevelig. Nat. Oh. Oh. Sorry, ik moet niet. Oh. Doe dit niet. Ah. Ah. En op. Op de. Oh nee. Oh. Ah, ik wil hem weg. Die grote waterval weer naar beneden. Heel geweldig. Heel leuk. Oh. Het ding steunt er wat tegenaan, jongen. Je schrik kijken. Geweldig. Uh-oh, ik heb in zo'n golf aan. Oh my god. Oh, hier heb je wel van die beelden op. Ah. Net niet. Lekker geprobeerd. Nou, we zijn er niet. Kijk, ik ga hier maar omhoog. Ja, eerlijk gezegd, ik ben een klein beetje nat geworden in de piranha. Dat boeien. Oh, het was hartstikke leuk. Oh. Lekker man. Nou. Zo hier weer omhoog. Met dat ding hier. Zo weer omhoog. Lekker. Kijk, dit was hier een rijtje. De Ranja. Lekker man. Wat is dat? Te leuk. Ja, dat is hier. Oh my god. Echt jongens. Het is nog een beetje vloggen voor jullie. Het is lekker in Efteligrond. En ik wil een beetje een paar beeldjes beelden maken voor jullie. Zo'n gesprek bij mij. Ja. Heel leuk. Lekker. Yo, kijk eens, daar ben ik weer. Ik ben even in Piranha geweest, zoals je kunnen zien, en dat is een fatamorgana. Nou, kijk eens zoals ik in Nederland zei, dat ik naar richting Piranha Fatamorgana zou lopen. Piranha, zoals jullie zagen, ben ik in geweest. En nu is het een beetje regenachtig, maar ik kom echt goed uit. En dan loop ik nu Fatamorgana in. Heel leuk. En ik heb lekker de rugjes toch overdekt. Dus ja, maakt niet uit. Ik heb de muziek al een beetje op de achtergrond van de Fatamorgana. Ik weet niet of het ook kan horen, maar... Oké, niet lekker meer. En dan
eindelijk binnen bij Fata Morgana. Wat beelden maken. Jullie proberen om uit te maken. Lekker man. In Fata Morgana. Even lekker de Vliegende Hollander in. En dan ga ik proberen weer mee te nemen. Mooi beeldjes maken. Ik zie hem zoals ik er binnen ben. Of erin zit. Zeg maar, even lekker in de wegrij. Van de Vliegende Hollander. En even een ritje erin maken. Je hebt een leeuw. Hey. Lekker man. Zo langs de schilderij en dan wil ik grappig man. Ik probeer weer naar in te filmen.
weet niet of het gaat lukken. Maar en ik ga het gewoon proberen. Lekker. Lekker in de vliegende Hollander. Dan kun je gewoon bij de filmen natuurlijk. Zullen we filmen van mij gewend zijn. Niet te delen, heb ik dat hier. Ik ben een beetje nat geworden, hè? Ja, ik ben echt nat, ja. Wel, maakt niet uit. Dat is weer net gewoon een beetje in Vriendenland. Oh. Daar gaat er weer eentje naar binnen. De kieren is in het rak. De kieren is het er gelegen geweest. Zeg, zullen we pret vliegen al lang, hè? Kijk eens, net weer even een ritje vliegen naar Hollander gehad. En dat was heel leuk. Heel leuk. Ik heb zoiets kunnen zien
gewoon uit gefilmd. Lekker man. Yo, kijk eens. En even onderweg naar de pagode. Was niet zo flink race, zag ik op de Efteling app. Ik heb de Efteling al op mijn telefoon staan. Daar ik ga proberen binnen te filmen, die hele rit. Kun je van het uitzicht genieten en zo. En een beetje aan de achterkant van een symbolica aan de tovertwinkels. Misschien dat ik ze straks ook nog in ga, maar ik weet niet zeker. En gisteren pak ik ook de in. En ik ga weer mooie beelden maken vanuit uitzicht. Daar ben ik de vorige vlogs niet in geweest. Maar nu, het is even gelijk dat ik hier in ben geweest, dus dan ga ik er ook weer in. Ze zeggen, kijk weer lekker mee. Eens te kijken, let op. 1, 2. Ja, kijk het. Dan ben ik dan in de pagoda. Lekker man. Is hier een paleis? En nu mama. Lekker. Lekker. Het is leuk dat je net voor bent. Rode aromaatjes. Zo, dus zien we het ook het dek van Symbolica weer. Aan de andere attracties van de Efteling. Weet je dat het is gebeurd? Een watervalletje, weet je wel. Daar is hier de regen Hollander. Heel daar. Daar is de Python. Zullen we eens even inzoomen? Wow, goed inzoomen. Dus als je... Dus als jullie zullen zien, de Python was het rijden. Kijk, even een verkeerde dag. Kijk, hier denk je bij hier in een tent. Maar dat is met de winterlefteling is het ver. En met de winterlefteling is sowieso een aantal winterlefteling vlogs maken. De binnenkant laten zien van die tent die daar zit. En het komt sowieso een winter Efteling vlog aan. Wanneer dit hier eruit komt, weet ik niet, maar die gaat eruit komen. Sowieso, die moet nog opnemen, want die winter Efteling is toch niet begonnen, want ik denk binnenkort. Hm. Dit gebouwtje is het zonder uitstap zit er zelf in. Is het diorama of zoiets met allemaal van die kleine treintjes en zo. Misschien dat ik zo even er langs loop om mijn beeld te maken straks. We gaan eerst nog even een paar attracties doen. Ik sta nu ook in de pagode. Dus ja. Ik ga sowieso een paar mooie beelden maken en ik zeg, vergeet sowieso de blauwe duimpjes omhoog niet. En, natuurlijk, hoe meer blauwe duimpjes, hoe beter. En sowieso abonneren, vind ik altijd leuk. Kijk, je ziet dat ik van de Symbolica
Zie je nou echt heel goed? Toen zijn ze ondertussen weer naar beneden gaan, zoals jullie kunnen zien. Ik hoef te voelen dat je beginnen zo uit te zien. Ja, zo. Ja, wij naar beneden. De tasje mee. Ze zijn meteen naar ergens in. Ik heb eerder een onwijd van gemaakt. Een van de. Toen ik naar begon was van YouTube, maar dan ga ik er nog eens een keer in. Dus het gaat weer even lach worden. Sterk filmen. Ik zou zeggen, geef eens een duimpje. Duimpjes omhoog, waar ik zo in ga. Het is even een kleine verrassing, want het is hier niet zo. Oh, we zijn mij naar beneden. Ja. Oh. We zijn beneden. Lekker! Ik zie jullie zo even. Lekker! Ja, kijk, zoals ik zei, wil ik dit nog even laten zien. Bij de diorama rijden allemaal van die treintjes rond. Dus ik jullie nog even laten zien, want de tijd dat ik in de zat, kon het niet. Dat wel. Er zijn zelfs autootjes. En ja. Er weinig treintjes rijden. Ik heb er van dat eentje. Hartstikke leuk. Kijk eens. Die attractie hier. Ik zei net dat ik ergens in ging. Waar ik wel eens een onwijd van heb gemaakt. Dus verder mijn kanaal kijk te zien staan. We gaan nu voor erin. Ze zeggen, ik kan op een festival, ga ik wel in. Ik ga proberen weer beelden en video's te maken erin. Lekker. Ik heb in de wachtrij. We kunnen op een festival. We zullen weer vloggen in die rit. Nu is het lekker. Lekker. We kunnen op een festival. Lekker. Geen zet ik wel net, man. Waar staat het wel? Het is helemaal lekker. Staan we stil hier? Kleine vervinstie van. Ach ja. Dus ik wil een beetje over je bezeveren, weet je wel. Een beetje stil. Zijn die stil? Waar je kan op het festival. Ach ja. Kijk dan. Lekker. Oh, we gaan weer. De gondels gaan weer bewegen.
Goeie reis. Lekker. Graag gedaan, here we go again. Gaan we dan. Oh, ik denk er is er aan de stel. Zet ik het maar, hè? Alleen die muziek is hier, dat blijft de rest van je avond en je nog steeds hier. Het rijdt, gaat nog steeds hier. Muziek, oh my god, dat is echt erg. Oh, dat geluid, jongens. De muziek blijft gewoon die kop hangen, dus ik vind echt heel leuk. Ja, we gaan een andere attractie in. Dus ze zeggen, niet lekker mee. Lekker maar. Nou, gasten, om de video gewoon even te kunnen afsluiten. Die ga ik speciaal voor jullie, ja. Symbolisch einde. Dus even per klein even een video erin maken. En dan tot dan symbolica. Speel symbolica, lekker man.
longziekte. Kijk eens, dat was weer Symbolica.
En bij deze ook gelijk het einde van mijn video, mijn vlog achter in de Efteling hier. En ik spreek jullie gauw weer. Ik zie jullie de volgende video weer. En vind je deze video nou leuk? Geef dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En abonneer als je nog meer van mij wil zien. En ik zie jullie de volgende video. Lekker. Houdoe.